als je dit ziet, dan begrijp je het meteen. Brussel, het Atomium. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want nou, jij hebt natuurlijk een heel technisch verhaal eigenlijk bij de waterontharder. Het is natuurlijk een kalkprobleem. Ja, nou ja, kijk, dit apparaat is uniek omdat het niet de kalk eruit haalt. Maar dus ervoor zorgt dat calcium- en magnesiummoleculen niet met elkaar kunnen verbinden. En doordat die stoffen dus niet meer met elkaar kunnen verbinden, heb je daardoor dus ook geen last meer van kalkaanslag. Dus eigenlijk de stoffen die kalk veroorzaken, die blijven opgelost in het water, maar die hechten niet meer aan je apparatuur. En als we het heel even hebben over de plannen die jij nu dit en het komend jaar hebt, want dat zijn er natuurlijk nogal wat, je bent met behoorlijk wat bezig. Ja. Wat ga je allemaal doen? Nou ja, een van de dingen is wel om nu echt werk te gaan maken van België. We zijn ook nog met andere landen bezig, Engeland, Amerika, daar zijn de plannen iets concreter al. Maar ik hoop dat dit ook nu in België echt goed van de grond kan komen. Nou, we hebben het er nog niet echt over gehad, maar stel je bestelt hem, wat krijg je dan precies binnen? Hoe ziet het pakketje eruit? Ja, het is een klein pakketje. Als je dat voor middernacht bestelt, heb je het de volgende dag al in huis. In het pakketje zit de waterontharder, een heel klein apparaatje met een handleiding. Maar die heb je niet eens nodig, zo simpel is het om te installeren. En je kan het voor of na de watermeter zetten. En dat kan zowel op koperen, aluminium, plastic als stalen buizen. En je hebt alleen 8 centimeter ruimte nodig, meer niet om hem te installeren. Dus. En nou begreep ik ook dat dit product in te zetten is voor mensen met een huidprobleem. Is dat ook daadwerkelijk het geval? Ja, kijk, calcium- en magnesiummineralen, die gaan normaal gesproken, dat vormt kalk en dat gaat bijvoorbeeld hechten op je huid. En ook in je kleding gaat dat zitten. En kalk droogt de huid uit. Dus mensen die al een gevoelige huid hebben of een huidaandoening als eczeem of psoriasis, hun kwaal wordt eigenlijk verergerd nog door kalk. En als je dus dat gedeelte kunt oplossen, dan verlicht dat zeg maar ook de kwaal. Nou, dankjewel voor jouw verhaal. Mocht je nou meer willen weten, dan kun je natuurlijk altijd terecht op onze site. Ja, ik ga het toch maar eventjes netjes zeggen. Dat is businessnl.tv. Julio, dankjewel. Ja, graag gedaan.